Diaries. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Gwane en welkom op dit kanaal. Ik hoop dat het oké met je gaat, dat je gezond bent. Het is een rare periode waarin we leven, maar ik probeer er echt het beste van te maken. Ik heb nog steeds hoop dat het allemaal beter gaat worden dan deze lockdown. Ik lees dagelijks boodschappen uit dit boek. Trust Life van Louise Hay. And Love Yourself Every Day with Wisdom van Louise Hay. Hij staat ook hieronder in de beschrijving. En ik vind dit soort stukjes echt heel erg leuk om zelf te lezen. Dus ik dacht, ik deel er vandaag één met jullie. We all have areas of our lives that we think are unacceptable and unlovable. One of the worst things we do, which does more damage than anything else, is criticize ourselves. We need to stop all criticism. Once we get into the practice of doing that, it is amazing how we stop criticizing other people, because everyone is a reflection of us. And what we see in another person, we see in ourselves. When we complain about another person, we are really complaining about ourselves. When we can truly love and accept who we are, there's nothing to complain about. Let's make a vow that we will no longer criticize ourselves for anything. Zo mooi en jongen. Super lekker recept gevonden voor granola bars. Het is zo simpel en het kost je misschien 5 minuten werk. En dan doe je het voor 30 minuten in de oven en ready. Je hebt de volgende dingen nodig. Oogstolie. Noten naar keuze. Ik gebruik walnoten en amandelen. 100% pindakaas. Havermout. En ik heb nog chiazaad. Kokosgras, maar dat vind ik gewoon lekker. Ik heb niet zin nodig. Ik ben een van de belangrijkste ingrediënten vergeten. En dat zijn bananen. Ze zijn best wel een beetje gaar. Maar dit kan perfect in een granola bar. En agave siroop. Ik heb dit super schattige food processortje van de Action. Heel benieuwd hoe het gaat zijn overdag. Zijn jullie klaar om de gordijnen in het daglicht te zien? Ik ben er echt zo ontzettend blij mee. Het maakt het zo huiselijk en gewoon af. Dus... Ik ben heel blij hiermee. Het is een beetje moeilijk om te filmen door tegenlicht. Maar dit zijn ze. En ze zijn van Lynn Bakker. Zo mooi. Ja, echt prachtig. Ik wilde ze ook echt precies net boven de vensterbank. En ze zijn echt precies net boven de vensterbank. Eindelijk
gordijnen. Met mijn budget. Hoe voel ik eigenlijk voor de lockdown en eigenlijk voor heel corona in maart, hoeveel ik eigenlijk uitgaf aan bijvoorbeeld uit eten, feestjes, drankie hier, drankie daar. En het heeft me echt doen realiseren dat ik echt te veel geld aan het uitgeven was aan onnodige dingen. Natuurlijk is het echt super lekker om wel eens uit eten te gaan, koffietje te drinken, maar het werd een beetje too much bij mij. Nu moet ik wel zeggen dat sinds we zoveel thuis zijn, de verleiding wel groter is om bijvoorbeeld takeaway te bestellen. Laat me weten als je dit herkent. En voor degenen die mij wel al langer kijken, dan weet je dat ik bij de bank Bunk zit. Ik vind het heel erg fijn, want ze hebben dus nieuwe features. Ze hebben een bank update gehad. Nu hebben ze bijvoorbeeld een budget feature. Echt super handig en precies goed voor hetgene wat ik nu nodig heb. Als je hier dan naar budget gaat, dan kan je dus allemaal budgetdoelen maken. Ik heb hier bijvoorbeeld voor de maand februari boodschappen €150 gedaan. Hier komt ook nog een doel bij. Takeaway. Wat heel erg fijn is met deze feature is dat ze dus automatisch hetgeen van je budget afhalen. En je dus zo kan zien van oké, ik heb nog zoveel geld om uit te geven aan mijn boodschappen. Ik heb nog zoveel geld om te besteden aan kleding. Dus ik heb dus allemaal budgetdoelen gemaakt. En mocht je budget nou opraken, dan stuurt de bank-app je een reminder van hallo, je budget, let op. Ze zijn bezig met duurzaamheid, ze zijn echt een groene bank. En ja, dat past natuurlijk gewoon helemaal bij mij. Bankzaken die vaak als moeilijk of irritant worden gezien, dat het gewoon leuker wordt gemaakt en makkelijker. Wat ik bijvoorbeeld echt tof vind is dat je bij elke €100 die je uitgeeft, dat ze dan een boom planten. Ze hebben een aantal dingen waarbij ze dus bomen planten. Dus als je een vriend bijvoorbeeld uitnodigt om bij Bunk te komen, dan planten ze 10 bomen. Dan krijg je 10 bomen volgens mij. Ik heb bijvoorbeeld de Easy Green Plan. En mocht een vriendin ook bij Bunk zitten, maar ze heeft niet dat plan, dan kan ik haar dus alsnog uitnodigen om ook bomen te planten. En dan zijn we een soort van community van bomen planten. Ik wil al een beetje helpen. Ik kan ook echt niet wachten voor na de lockdown, als we weer eindelijk een keer uit eten mogen. Je weet toch zeg maar de struggle als je met vrienden bent en je moet heel de tijd bijhouden wie wat betaalt. Allemaal foto's van bonnetjes maken. Echt super onhandig. Met die feature houdt hij dus helemaal bij wie wat uitgeeft. En hoef je dus niet allemaal nog na die avond of na die dag helemaal uit te rekenen wie wat heeft uitgegeven. En bonnetjes en dingetjes. Het bespaart gewoon zoveel tijd en ook gewoon energie. Want je hebt er niet echt zin in om dat heel de tijd bij te houden. Dus dat vind ik echt super nice. Ze hebben trouwens echt nog heel veel andere features. Dus mocht je dat interessant vinden, ik zal het hieronder in de beschrijving zetten. En dan kun je het allemaal nog nalezen. Dus tijd om boodschappen te gaan doen. Ik ga nu een lijstje maken. Ik weet wat mijn budget is. En gaat helemaal goed komen. Het was echt zo fijn om naar Ecoplaza te lopen en lekker koffie te halen. En de zon scheen. Het was echt, oh, ik voel me echt weer even levendig. Ik was mijn hele tijd thuis zitten. Oké, ik heb nieuwe pasta. Dit zijn organic volkoren pasta. Dus die heb ik gehaald. Ik heb een courgette gehaald. Dit is zo lekker. Dit is ginger ale. Echt de beste ginger ale die ik ooit heb geproefd. Pasta saus gehaald. Arrabbiata, dat is een beetje zo spicy. Want ik had namelijk zin om vegan lasagne te maken. Dus
Ik dacht, laat ik deze kopen. Appel mango sap. Ik heb wit gehaald. Dit is sesam, zeewier, strooisel. Het is echt wel een lekkere smaak die je bijvoorbeeld op rijst kan doen of whatever. Ik dacht, hé, laat ik nieuwe drankjes en zo proberen. Dit is Little Miracles Orange Lemongrass Iced Tea. Blended with ginger en agave. En dan heb ik nog haverdrink. En op dit tasje heb ik nog hummus chips. Ik heb deze. En ik heb voor mij en ook voor mama heb ik deze tagine mix gehaald. Echt super lekkere groenten. En ik heb ook nog chop choy mix gehaald. Nou, dat heb ik nog nooit geproefd, maar hè. Nieuw stuff. Wildwonders. En dat zijn dus tomaatjes. Maar dan met van die... van dit soort kleurtjes. Ja. Paprika poeder. Lasagnebladen. En dan heb ik nog vegan chocola. En deze is zo lekker. En ik wil eigenlijk deze hummus chips even proberen. Ik even mijn handen wassen. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is hummus chips sea salt. Mm. 2 euro. Maar heel lekker. Okay. Ik ben niet echt een YouTuber zo. Mm. Ja. Ik vind het zelf altijd leuk om van mensen hun boodschappen hals te kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat voor content jullie nog meer zouden willen zien in de Love Diaries. Of dingen die ik thuis in ieder geval kan doen. Laat het hieronder eventjes weten. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze Love Diaries. Take care of yourself. En we spreken jullie later.